Goedemorgen jongens, ik ben al eventjes wakker, maar ik moest nog voor Nederlands leren. Dus ja, ik dacht ik ga niet nu al beginnen te vloggen, dus ik begin nu even. Maar ik moet nog steeds leren voor Nederlands, maar dat maakt niet uit. Vandaag is dus de laatste dag dat we proefwerk hebben. Vandaag gaan we Nederlands, 3 uur. Ja, waarom niet hè? 2 uur argumenteren, waar ze een tekst in doen, zeg maar. En dan nog 1 uur literatuur, maar niemand snapt er wat van. Dus gaan. Het wordt een leuk proefwerk vandaag. En vandaag gaan we onze vakantie boeken. Of ja, Tess en haar moeder gaan na de proefwerken gaan ze naar de stad en dan gaan ze de vakantie boeken. Dus dat is fucking chill. Dan is het eindelijk zeker dat we gaan. Maar het was sowieso al gereserveerd, zeg maar. En wat gaan we nog doen? Ja, vanavond komen Bjarne en Jente. Dus dat is ook wel gezellig. En we hebben natuurlijk training en we moeten gaan werken. Superleuk! En eigenlijk zou ik maandag ook gaan werken, maar dan bij de broer van Rosa. Maar ineens denk ik Triviane van, oh ja. Want ik moest sowieso nog een luistertoets inhalen. Denk ze van, oh ja. Fleur, dachten ze eerst niks te laten horen. En toen kregen we gisteren, geloof ik, kregen we een mailtje van, ja. Maandag om 12:15 moeten jullie die luistertoets inhalen. Dus ja, we zei ik, kan ik niet gaan werken daar. Maar waarschijnlijk kan ik een andere dag gaan werken. Dus dat is wel fucking chill. Nou, we zitten nu met Aniek, Noor en de rest. Dat gaat niet erin. Jawel, in Coffee Mundo. Ja, wat heb je net besteld, Noor? Een latte macchiato. Met? Nee, een cheesecake. En jij? Een cappuccino met speculaas. Lekker. En jij, Aniek, wat heb jij besteld? Een latte macchiato en red velvet. Nou kijk jongens, hier staat Leave Your Christmas... Christmas Wish. My wish. Hè, nog? Oké, nou, ik was net dus gaan trainen. En daarvoor was ik werken, dus toen heb ik niet meer gevlogd. Maar we zijn nu met Maurits. Volg hem ook even allemaal op YouTube. Maurits Maas gewoon. Even allemaal abonneren. En met zijn vriendin Tessa. En we hebben nu warme chocomel. Super chill. Hey Jente. Wat is? Jente heeft het Roy Donders pakje aan. Oh nee, grapje, sorry. Het is het, wat was het ook alweer? Van Oranje? Jente. Van de kampioenwedstrijd. Van de kampioenwedstrijd? Weet ik ook niet. Ja, wat reageer je dan zoals ik zeg dat het van Roy Donders is? Ik vind het lekker. Oké, okay. Ja, oké, okay. We horen het. Ja. Zij is een beetje koek. Wie? Je bent je... Weten jullie ook wel zelf? Wat? Ja. Wat zeg je? Fleur. Wie komt maandag oppassen bij jullie? Fleur. Fleur? Fleur? Nee, sorry, ik. Ik mee. Nee. Wel. Nee, je krijgt geen snoepjes van mij. Wel. Nee. Wel. Nee. Waarom? Ik krijg gewoon een hele zak. Ja, waarom dan? Scherm. Heel eventjes dat het doekje komt. Oh. Je mag ook niet mee. Ik schrap zo even al van haar. Ik zeg ook niet. Pel, is het warm? Is het nat onder je ook zo? Scherm, kijk. Zitten. En ik appte me dus net. Ja, ik zal hem meenemen. Van zin om naar Mick te komen. Dus we hebben nu last minute, het is bijna 9:30, besloten om naar Mick te gaan. Dus we gaan nu Aniek ophalen. En dan gaan we naar Mick. Hartstikke gezellig. Nou, goedemorgen jongens. Het is vandaag 16 december. En het is nu ongeveer 10 uur. En ik ben gisteren eigenlijk de vlog een beetje vergeten af te sluiten. Want Jente lag hier op de kamer te slapen. Dus ja, toen kon ik hem niet afsluiten. Want ja, anders werd ze wakker. En het was nog wel gezellig bij Mick. Eerst gingen we FIFA doen. En daarna gingen we nog een film kijken. En vandaag heb ik eerst een verjaardag van Aniek. Dan ga ik rond 12:30 probeer ik daar te zijn. En dan vanavond hebben we het feestje van Evie. Dus ja, wordt een drukke dag. Yes, gezellig. Ik heb me net dus even snel gedoucht en klaargemaakt. En
En nog even kleren gepast die ik had besteld. En nu ga ik dus even mijn scooter halen bij mijn vader. En dan ga ik op de scooter naar Annie. Aangezien mijn scooter zo geweldig is, gaan we opnieuw starten. Nou jongens, gaf gisteren ook. Hoi. Ja. Laat je editprogramma eens zien. Die Vier gaat gebruiken. Video editor heb ik mijn vakantievlogje mee geëdit. Zoals jullie zien ben ik nu weer thuis. En ik ben nu aan het eten. En dadelijk worden we opgehaald door de moeder van Dané. En dan gaan we naar Evie toe natuurlijk. Het is super leuk, want Evie, het is vandaag 16 december en morgen is het 17 december. En Evie is op 17 december jarig. Dus dan is het zo van om 00, om 00.00 gaan we natuurlijk allemaal even feliciteren. En dat is hartstikke leuk als dat zo, zeg maar, ook tegelijkertijd met een feest is. Dus super veel zin erin. Jongens, zoals beloofd gaat er dus een challenge komen, want ik keek net hoeveel abonnees ik had. En ik heb er nu precies 100. Dus, en ik had een Grafka in haar snapverhaal had ze een filmpje van mij gezet waarin ik zeg, ja, komen er ook challenges? Dus ik zo, ja, als ik de 100 abonnees heb, wel. Dus ja, nu heb ik de 100 abonnees. En gaan we een challenge doen, hè Maurits? Wat? Ik heb de 100 abonnees. Ja. Ja. Abonneer op mij, links in de beschrijving. Dat is eigenlijk al de 10e keer dat hij dit zegt. Maar in ieder geval, we gaan dus een challenge doen. Ik moet alleen nog even kijken wat voor een challenge. Welke vlucht? Ja, dat weet ik dus niet. Dus ik ga nog even uitzoeken wat. Of misschien een Q&A of weet ik veel wat. We gaan het allemaal zien als we het hebben bedacht. Dus, maar we gaan eerst nog even een challenge bedenken. Het is vandaag 18 december aan. We moeten vandaag lekker de luistertoets van Duits inhalen. Omdat ik tot de vorige keer niet was toen ze die aan het doen waren, zeg maar. En daarna ga ik met Tess en Aniek gaan we even wat eten. Bij de McDonald's waarschijnlijk. Dus ja, dat. En vanavond moet ik gaan oppassen. En misschien mijn kerstpakket gaan ophalen bij de Jumbo. Omdat, dat is vanavond. En dan kan mijn moeder ook 10% korting of zo krijgen op boodschappen die ze dan doet. Dus we zullen even gaan zien of we daarheen gaan. Want ik weet niet tot hoe laat ik precies moest oppassen. Maar dat moest ik volgens mij tot 8:45 als ik het goed heb. Maar don't know. Dus we gaan het nog wel even zien. En dat laten we nog wel even allemaal weten. Zoals jullie zien heb ik even wat anders aangedaan. Want we gaan nu naar school. Oh, kut. En eerst nog even de spullen hier opruimen wat ik hier heb gelaten staan, maar dat maakt niet uit. En dan gaan we nu naar school voor de luistertoets. En daarna lekker Mackie knallen. Yes. Zin in. We zitten nu dus bij de Mac. Met Evie. Oh, ja, Danier. Misschien kan ik dan met die lessen. Wauw.
Nu is het 18 december, de dag na mijn verjaardag. Ja, en hoe was je verjaardag eigenlijk? Leuk. Ja? Mijn feestje was ook leuk. Ja, was lid. Laat even kijken hoe Evi's telefoon eruit ziet. Oh ja. Ja, kijk ons erin. Zo naar Stan. Oh jongens, dit was zone 2. Oké, ja, we hadden dus op zone 1 geduwd, maar het is dus zone 2, ja. Nee, dan af. Oké, jammer. Slechte kwaliteit. Nou, we zijn sowieso niet klaar met eten. Ja, het was lekker. Ja, we zitten wel vol. Ja. Ja, leuk dat je de tafel verhaalt, Evi. Ja, maar dat is echt oprecht kut, want je kunt niet draaien op. Weet ik veel. Daarom is het op Snapchat wel cheddar. Maar ja, we doen het maar zo. Je moet een camera kopen. Jongens, like deze video als jullie vinden dat Fleur een camera kan kopen. Ik zit dus nu hier thuis te chillen en te wachten totdat mijn moeder thuis komt. Want ik moet dus om 17:15 gaan oppassen, maar ik heb nog steeds geen eten of zo. En ik weet dus ook niet wat we gaan eten of hoe of weet ik veel. Ja, in ieder geval dat. En ik heb zojuist even mijn BSM... dingetje gemaakt. Of ja, Maeve had me gestuurd, zeg maar, dat wat zij had. En ik heb het gewoon aangepast naar de dingen wat ik heb. Dus, en want die van Maeve was gewoon goed. Dus ik hoop dat die van mij dan ook goed is. En die gaan we dus morgen even inleveren. En dan gaan we morgen naar Dadawan. Fucking chill. Fucking gezellig ook. We gaan gewoon met iedereen, of ja, met het groepje uit onze klas, gaan we gewoon naar Maastricht dan. En dan gaan we even naar de kerstmarkt. En dan gaan we dan... Dan gaan we dan om 8:00 hebben we gereserveerd bij Dadawan. En dan gaan we daar dus eten. En van tevoren gaan we waarschijnlijk nog even schaatsen. Dus ja, super chill. Kijk eens met wie we wel zijn. Bjarne. En Jente. En wat gaan we nu doen? Nee, Jente doe even door. Wat gaan we nu doen? Niks. Een film kijken, hè? Niet de hand voor de camera. En welke film gaan we kijken? Shrek. Shrek, ja. Dus die gaan we nu kijken en daarna ga ik ze naar bed brengen. Nee. En dan gaan we lekker gaan we chillen. Gaan we snoepje eten. Nee, we gaan geen snoepjes meer eten, dus. Fijn, de film begint. Doei, doei. Nee, nee. Ja, dus, wat ben je allemaal aan het doen? Pas op, dadelijk gaat de kabel kapot. Nee. Oké, we lopen nu dus in Maastricht. We hebben net... We waren eerst op zoek naar het spoor, toch jongens? Ja. Oké, dit is echt een beetje awkward zo lopen. Maar we doen het gewoon, hè? Fuck it. Laatst liep ik ook zo. En toen kwamen zo mensen aan hè? En ik ging zo veel. Ik dacht, oh shit. Maar waar gaan we nu heen? De stad. Oké, en dan? Schaatsen. Oké, dus... Zoek je op Maastricht? Zoek op My Jewelry. Kijk jongens, trouwens, we komen nu uit de Kruidvat. En wat hebben we? Een hoesje. En chocola. En Maeve heeft chocola gekocht. En Noor is weer weg. Noor, waarom loop je de hele tijd weg? Huh? Waarom loop je de hele tijd... Jongens, ik haat dit plekje zo hard. I can't. Ja, ik ook. En weet je hoe lang we nog moeten wachten? Acht uur. Ik schaam me zo hard. Maar 8 uur. Ik schaam me zo hard voor dit, hè. Oké, jongens, waar gaan we heen? Ja, we gaan het nog moeten. Ja, dan zoek het even op Google. Ja, ik ben... Volgens mij is hij dat gewoon niet eens, hè? Wel, maar het gaat gewoon echt niet zo goed. Jongens, even kijken oprecht hoe mooi dit allemaal is. Hallo, nu moet je zo versneld van maken. Ja, kijk hoe mooi. Even oprecht. Hallo, nu gaan we gaan er nu even overheen lopen. Dan zit ik weer in een vlog. Dat is echt de bijenkorf. Ik let wel op, Peef. Oh.
Oh, die mensen kijk je zo raar aan. Weet ik, maar het doet me vrij weinig. Maar we gaan dus nu naar de Bijenkorf en we volgen Noor. Noor, loop gewoon naar voren, ik zet je er niet op. Gun je 5 cent? Nee. Oké. Okay. En kijk, okay, de lichtjes zijn echt mooi hier. Kijk achter ons. Dus. Kijk, echt niet uit. Ja, het regent dus. En Maeve gaat even de muts opdoen. Ik wilde eigenlijk ook de muts opdoen. Oké, okay, we gaan nu fucking de muts opdoen. En. Oh, auto, jongen. Fijn. Doe even shoulders naar mij. En. Hurry, quick. Step on the gas. Niet door de voet. Nee! En we gaan nu dus even pinnen, want bij Dada Want, waar zijn ze? Oh, want bij Dada Want moet je contant. Wel. Moet je contant betalen? Ja. Moet dat? Ja. Ik dacht dat je niet... Oké, okay, ja sorry, je mag niet apart betalen, oké. Okay. Oh, maar zeggen. Dus wij gaan het nu contant doen in plaats van dat we het naar iedereen hebben overgemaakt. Ja, zoals jullie zien, regent het dus lekker. Het is de eerste keer dat er iemand anders in de vlog komt. Ja, buiten mee. Ja. Want niemand anders wil in de vlog. Niemand anders wil erin. Oké, doei Brian. Jongens, het regent. Vandaar dit. Nee, dat kun je inderdaad niet zeggen. Dus nu gaan we dus een pinautomaat zoeken. Met deze chicks. Echt? Ja, oké. Okay. We zijn er dus al langs gelopen, maar het boeit toch allemaal niet. Dus jongens, we zijn net klaar met eten. En het was zoveel. Dat was wel echt super lekker. Ja, dat wel. Dada Want. Daar is Dada Want. In Maastricht tegenover het station. Sowieso gaan eten. Oh, bijna aangereden op fietser. Het is zo chill. En net, die vrouw ging ook zo'n heel verhaal vertellen dat gewoon een man, er was echt zo'n dronken man hè, en die liep gewoon, dan ging hij weer naar de wc en dan kwam hij weer terug en dan ging hij helemaal door het restaurant dansen. En wij waren echt zo van, what the fuck, zet hem gewoon eruit. Is hij dus blijkbaar gewoon weggegaan, zonder te betalen. En toen ging die vrouw, ja, en toen ging die vrouw dus nog een verhaal vertellen over dat mensen gewoon weg waren gegaan zonder te betalen. En ze ging nog een verhaal vertellen. Dat is best leuk toch, hè? Ja. En ze ging... Het was echt wel aardig. Ja, even oprecht. Ja. Ik denk, oprecht, Maura, als jij aan haar had gevraagd hè, of je drank mee zou mogen... Of jij... Nee, even sorry. Zij had ja gezegd. Nee, ik denk niet. Hadden we wel ik denk mee wel. Moeten betalen. Of gewoon zijn gekeken, maar ze ging een trein van 31 naar 60 gaan. Nee. Oh ja, Sabina en ik gaan nog een challenge doen. Wat gingen we doen? Jij gaat drunk make-up. Nee. Die gingen we nog niet doen. Ik ga Sabine opmaken. Ja, want Fleur die maakt nooit op, dus dan is het extra leuk. En dan... misschien met drank, dat is nog grappiger. Dan kunnen we helemaal niks meer, dus dat gaan we waarschijnlijk niet doen, Sabine. Met Sabine. Ja. Yeah. Hallo. Hi. Hallo. Oké, dus we zijn nu aan het eind van de dag gekomen. Ja. Was het leuk? Ja! Met jou niet. Nee, ik voelde me niet zo laat. Ja, het was eigenlijk. Ik voel me niet zo geliefd hier. Zo hatig. Doei, doei! Oh, doei! Doei! Waar is mama? Waar is Jolly? Jolly. Nou jongens, als jullie afvragen waar zijn de vlogs van de woensdag, donderdag en vrijdag. Ja, die zijn er niet bij, want woensdag en donderdag waren we... moesten Roos en ik werken in Eindhoven. En vandaag gingen we rapport ophalen. Dus ja, en donderdag waren we ook nog bij Eva en Aniek. Maar
ja, daar heb ik niet echt veel gevlogd of het was onzin. En dan als laatste, like deze video even. Bedankt voor het kijken. Als je hem leuk vindt, doe zeker even een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal natuurlijk. En dan zie ik jullie allemaal volgende week weer terug bij een nieuwe weekvlog.